kinderartsen ontkennen ernstige zieke kinderen met COVID, bibliotheek op een kameel en meer dan 300.000 COVID-besmettingen per dag in India. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Als je iets wil weten over kinderen en gezondheid, dan moet je dat vragen aan een kinderarts. Dat zijn de woorden van kinderarts Laurindo Kloof. In de media is er heel wat gezegd over kinderen die besmet zouden zijn geraakt met het coronavirus. Volgens de kinderarts klopt dit niet helemaal. De vraag van mevrouw Tatjana. Ja, er zijn kinderen besmet. Ik kan dokter Ori vragen om, om de aantallen door te geven in dit gegeven. Maar we hebben wel gezien dat er een verschil is met de voorgaande golven. Dat er kinderen besmet zijn. Ja, volgens mij zijn... Oh ja, over die... Kinderen die besmet zijn, vanaf 1 maart zijn er 30 kinderen opgenomen met COVID. Daarvan is 1 in de IC. Het leeftijd van het kind is 16 jaar. Op de persconferentie van gisteren is er gezegd dat de Manaus variant enorm toeslaat bij kinderen, dat ze ook ernstig ziek worden en er vanaf maart 30 kinderen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dokter Kloof zegt dat er onnodig angst wordt gecreëerd omdat er een verschil is tussen besmet raken en ziek zijn. Het is jammer dat deze informatie en deze angst op deze manier naar buiten is gekomen. En we hebben ook er data bijgehouden over het aantal kinderen dat besmet is geraakt. En kinderen kunnen het COVID-virus ook krijgen. Vanaf maart 2020 tot april 2021 zijn in totaal 523 kinderen besmet geraakt met het virus. Dat is veel, maar veel mensen schrikken door het getal, maar besmet raken wil niet zeggen dat ze ziek geworden zijn. Het aantal kinderen dat ziek is geworden en daarvoor in het ziekenhuis moet worden opgenomen om zuurstof te krijgen, dat totaal van die 523 is maar 2. Van de 523 kinderen die sedert 2020 tot en met nu besmet zijn geraakt met het coronavirus, had het overgrote deel, namelijk 69,6%, lichte of helemaal geen klachten. Dus al die berichten in de media, dat is gewoon angst en dat is niet goed. Want momenteel hebben we landelijk geen enkel kind, op dit moment, dat zuurstof nodig heeft en daardoor dus in het ziekenhuis moet zitten. Wat ik wel zeg, is dat er bepaalde ziekenhuizen zijn die kinderen opnemen, maar dat is puur om ze in quarantaine te zetten, om ze te isoleren. En dat is een ander verhaal dan als een kind zuurstof nodig heeft. Er wordt gesproken over 16-jarige jongen die op de intensive care was. Ook dat is niet helemaal correct. Want deze jongeman is enkele maanden terug, minimaal 4 tot 6 maanden terug, opgenomen. En hij is al lang geneest, het is al lang klaar. Volgens dokter Kloof is het belangrijk om de juiste informatie door te geven. Kinderen zijn niet ernstig ziek en daarom is er volgens hem ook geen reden om de scholen gesloten te houden. Op basis van de data die achteraf niet correct was, is besloten om de scholen langer dicht te houden. Ik zou als advocaat van de kinderen wil ik zeggen van, weet je, laten we conclusies trekken op basis van de juiste data. Dat de kinderen thuis blijven, dat is eigenlijk al schade genoeg die niet gerelateerd is aan COVID. Kinderen raken achter in hun onderwijs en heel veel kinderen zijn des te meer het slachtoffer van kindermishandeling. En we moeten altijd blijven afwegen van, tussen de scholen en tussen de veiligheid van de kinderen. Maar op dit moment is er geen gevaar voor de kinderen en dat is puur omdat we nu, wat we nu blijven monitoren, niet een toename zien van het aantal zieke kinderen. Bibliotheek op een kameel en COVID-shots tegen vaccinatieangst. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. Deze Hongaarse bakkerij serveert een vaccin tegen vaccinatieangst. It was important for us to do lots so we can show that here people have a choice. There is no registration, there are no side effects. Anyone can try these as the only possible side effect would be a little permanent smile on the face and good mood. Deze zogenaamde vaccinatieshots van de verschillende merken zijn gevuld met jello van verschillende kleuren en smaken. Het Sinopharm-vaccin is een soort zoetzure mousse. AstraZeneca heeft een limoensmaak. En die van Pfizer heeft de smaak van matcha-thee. Dat is Japanse groene thee.
We as a cake shop do not want to make a campaign for or against. We just want to bring some cheerfulness into our everyday lives. Dit is Roshan de Kameel en hij is een hele speciale kameel. Hij is namelijk ook nog een lopende bibliotheek. Vlakbij de stad Mand in Pakistan brengt Roshan, uiteraard begeleid door een mens, boeken naar kinderen die door armoede of de afstand niet naar school kunnen. Het initiatief heet The Camel Library Project en is na de sluiting van de scholen in augustus begonnen. Every child cannot afford to go to school in the morning. If we give these books free of charge to the children in their homes, it will not only help in their learning process, but will also prevent them from falling into wrong activities. De organisatie en de mensen van de gebieden die worden bezocht door Roshan hopen dat het project meer geld zal krijgen, zodat ze meer kinderen kunnen bereiken. I like picture books because when I look at the pictures and the photographs, I can understand the story better. India verbreekt het wereldrecord van COVID-19 besmettingen door 5 dagen achter elkaar de meeste COVID-besmettingen te melden. Gisteren testten meer dan 350.000 mensen in India positief. India is het tweede land met het meest besmette aantal mensen ter wereld, met de VS op de eerste plaats. In totaal zijn al meer dan 17 miljoen mensen positief getest. Door de toenemende besmettingen hebben de ziekenhuizen in vele steden geen bedden meer en zijn mensen gedwongen om manieren te vinden om zieke patiënten thuis te laten behandelen. Er is een tekort aan middelen ontstaan bij de normale leveranciers. Velen zijn dan genoodzaakt om medicijnen, zuurstofflessen en zuurstofconcentrator op de zwarte markt, dus illegaal, tegen hoge prijzen te kopen. Een zuurstofconcentrator is een klein apparaat dat zuurstof levert uit de normale omgevingslucht. De situatie verslechtert in India. De smalle straten staan vol auto's met zieke en stervende mensen. Mensen die op zoek zijn naar zuurstof die de ziekenhuizen niet kunnen bieden. De toegang tot de ziekenhuizen wordt geweigerd omdat de ziekenhuizen volledig bezet zijn en er geen zuurstoftoevoer is. Omdat COVID-19 bij een deel van de patiënten de longen en dus de ademhaling beïnvloedt, hebben patiënten extra zuurstof nodig. De testlaboratoriums zit vol mensen en het duurt maximaal 3 dagen voordat de testresultaten binnen zijn. Dit maakt het moeilijk voor de artsen om de stijging van het virus te bepalen. De crematoriums zitten vol. De regering heeft plannen goedgekeurd voor meer dan 500 zuurstoffabrieken in het hele land om de bevoorrading te stimuleren. Het aantal stijgende infecties heeft geleid tot een reisverbod. Landen waaronder Canada, Duitsland, de Verenigde Arabische Emiraten hebben vluchten vanuit India verboden. Gezondheidsorganisaties in India zeggen dat de verschillende besmettelijke varianten de toename van infecties hebben veroorzaakt, waaronder de Britse variant. Er wordt nu zelf gesproken over een Indiase variant. Varianten ontstaan doordat het virus muteert, het verandert zichzelf. Er wordt internationaal hulp aangeboden aan India. Het Verenigde Koninkrijk is begonnen met het verzenden van ventilators en zuurstofapparatuur. De Verenigde Staten heeft het verbod op het verzenden van grondstoffen naar India opgeheven. Dat hebben ze gedaan, zodat ze grondstoffen die nodig zijn om het AstraZeneca-vaccin te maken, kunnen versturen naar India. Verschillende Europese landen zullen ook hulp sturen. En dat was het voor het Jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Sribi Shwiti, Tetamara. Doei doei.